gaat de bel klinken, dan gaat de stage beginnen. Succes allemaal! Daar gaan ze, het parcours van 1400 meter. Het is losgebarsten. We gaan kijken naar die eerste doorkomst in categorie 1. Zien we een groepje bijeen? Dan gaan we eens kijken wie daar allemaal in zit. Met een zonnebrille hebben ze erbij opgezet. Zij in gezelschap van Jasmijn Vink en ook daarbij Jinte Nijboer. Daar zien we de koplopers. We denken dat we gaan bellen voor de laatste ronde. Nog steeds met z'n drieën. En Maureen helemaal aan de binnenzijde. De bel voor de laatste ronde. Jawel, hand gaat natuurlijk in de lucht. Een fantastische overwinning van Fleur. Fleur Prins. Er komen mensen bij meteen om te helpen. EHBO, als EHBO in de buurt is, is het handig om even te gaan kijken. Even oppassen, deelnemers. Even goed uitkijken. Dankjewel, meneer. Geweldig dat u even helpt. Heel goed. Wel voor de laatste ronde. Nu alles. De laatste ronde. Nog even volhouden, Jesse. Nog even volhouden, Ezra. Laatste ronde. En dan zit het erop. En wordt er inderdaad een flink gespurt. Dat doet hij de keurige rechte lijn zoals dat hoort. Een super sprint mag het dit wel heten. En dat is dan de topper die dit gaat redden. Ja, dat doet hij heel goed. Het is Mark van Kleef. Dat is de man. En zie ik daarbij. Nou, ik durf het niet te zeggen officieel. Ik sta ervoor iets te ver weg. Maar het is in ieder geval de man. Mark van Kleef. We zagen het handje in de lucht. Zet hem op. Bij de stofwolk. Kortom, het is nog steeds een hele mooie kopgroep. Kan nog van alles gebeuren met nog 5 ronden te doen. Ook dit ziet er nog goed uit. De samenwerking tussen Lotta en tussen George. Daar de voorrijauto. Dat betekent dat we de kopgroep van 13 mannetjes en vrouwtjes bij 1 hebben. En daarnet de laatste gemeten voorsprong 25 seconden. En we vragen achter te blijven, zo even rechts te gaan rijden. Want dan kan de kopgroep even passeren. Dankjewel. Hartstikke goed. Hou vol, Jan, hartstikke goed. Jullie hebben 25 seconden voorsprong op de medaille. Dat de bel geklinkt, maar wat een reetnodig voorspelling. Het is op dit moment Ingmar Karsten, die daar inderdaad Brent Nijboer meekrijgt. En de bel voor de laatste ronde heeft geklonken. Is de man vandaag. Net voor we Twan verliezen. Nummer 3, ik durf het niet te zeggen, maar hij doet het fantastisch. Een eindsprinter, dacht ik, ga niet wachten. Want we hebben nog steeds de binnenkomst en zij willen ook heel hard finishen. Met een mooie eindspurt. Ja, wow, het lukte nog maar net, hè Joyce, maar wat deed je dat goed? Nu al mag ik jou vragen je pet even af te doen, dat is wel even netjes bij de hoogte. Ja. Alles erop en eraan. En dan wil ik George vragen. George voor de mooie foto's daarbij. En hoor eens even wat daar een mooi geluid klinkt. Voor deze huldiging met Club, met Cas en met Ivo. Mooi muziekje, hè? De super kanje. Met de zongen. En de bokaal. Is dat niet mooi? Gefeliciteerd allemaal. En ook Joyce ziet het hartstikke goed, want dit is een hele mooie plaatje. Blijven lachen voor de foto's, hè? Allee, daar is hij. Nog één applaus natuurlijk voor categorie 3, voor het podium op en aan. Jitte, Jitte en natuurlijk Mark. We gaan ook de topster, zeg ik maar eventjes, op het hoogste podium neerzetten met die mooie naam Fleur Prins. Heel goed, Fleur. Wat een mooie dag, hè? Met de zoenen. Een hele mooie bokaal. Dan gaan de handen natuurlijk fantastisch hoog in de lucht. Een grote lach op het gezicht. Dit is de top 3. Maureen, Victor en de winnares is Fleur Prins. Gefeliciteerd. Houden we nog even hoog in de lucht. Blijf lachen, hè? Er worden heel veel foto's gemaakt.
is die dan? Heel goed. Dan mensen, Brent Nijboer. En als die niet een klein beetje fans bij zich heeft, zeg. Ongelooflijk. Brent, jongen, fantastisch. De felicitaties. En hij heeft ze kalf te goed voor gedaan, ik kan het zien. Brent, jongen, hartstikke mooi. Natuurlijk ook Swan en Ryan. Dit is het podium van categorie 4. Mannen, gefeliciteerd. Dan komt de tune nog even speciaal voor jullie. Blijven lachen. Inmiddels heb ik ook een mooie deelnemerslijst, dus dat betekent dat het spektakel los kan barsten hier in Doetinchem. Zijn jullie er klaar voor? De voorrijauto kan gaan oprijden. Dat betekent bij de bel dat jullie wedstrijd gaat beginnen. Succes allemaal! Ja, en meteen wordt het een volle bak weggereden. Mooi om te zien altijd de start. Die mooie kleur, die mooie groene kleur, voorjaarskleur zou ik maar zeggen. Ook het ronde bord in dezelfde kleur, dat is vast afgesproken. En beweging. En niet zo'n klein beetje beweging ook vanuit natuurlijk deze groep. Die categorie 5 die met elkaar natuurlijk bezig zijn er een hele mooie wedstrijd van te maken. En dan zien we ook dat diverse deelnemers vol gas moeten geven om die mannen daar, en natuurlijk ook de dames, want ook Willemijn Prins, die dachten nu maar eens even gas geven. Michael van Tintelen die meteen ging volgen. Daar zagen we bij ook Marvin Peters, ook Cecilia van Zutem daar van voren te vinden en ook Isa Nonde. Met de voorrijauto gaan we wederom kijken naar de situatie in categorie 5. Het is onrustig hoor, het is onrustig. Er zijn een aantal die houden de benen stil, maar dan van voren wordt er toch ook tempo gemaakt. Dan gaan we wederom kijken naar de situatie die eruit ziet. En dat betekent dat ze er weer, inderdaad Isa Donde, gewoon zin in heeft. Hè? Isa die denkt te knallen. Wederom zien we de voorrijauto de finishstraat inrijden en zijn we in afwachting. Ah, we zien het, hè? Het is onrustig, elke ronde weer. Wie gaat er opnieuw iets groeien? Het op dit moment. Dit wordt weer stoek. Gaan we weer kijken, wordt er ook gereageerd? We zien fantastisch onderweg Bart Kortleven. We zien Anne Kiers daar voorin. We zien daar ook een reactie van Elma Atma. We maken ons op voor weer een doorkomst in categorie 5. Ah, nog steeds. Aanvallen hier en daar, dan weer die, dan weer die. We gaan eens even kijken. Het is niet meer Bart, die heeft zich weer af laten zakken. Dat is een nieuwe poging. Ah, dan zien we een wapperende vlecht. Ah ja, we kijken natuurlijk naar Cecilia van Zutem. Cecilia van Zutem, dat is de dame die er op dit moment vandoor is. En die mannen die daar een kop van dat pelotonnetje rijden, die denken, ja later maar even. Maar ja, als Cecilia weg is, dan weet je het ook maar nooit. Parcours weer vrijmaken, want daar komt het aan denderen. Ja, er komt toch daadwerkelijk een flinke reactie daar vanuit dat peloton, want er wordt gas gegeven. Ja, en dan toch maar weer niet, toch maar weer die twijfel van als ik in mijn uppie ga, kan ik dat dan inderdaad volhouden? Maar nu plat op de machine Willemijn Prins. Miguel. Ik ga kijken naar de situatie achter de groene auto. Het was een man van de Adelaar, maar hier is Miguel. Hier is Miguel van Tintelen. Op en wacht er weer een bonusplek voor Bart en voor Anne Kiers. En daar zag ik ook natuurlijk een man, Justus Willemsen. Kortom, het was een mooie eindspurt. En sprinten. Succes allemaal. Vol gas. Doe snel die klikken erin. Zo snel mogelijk sprint zien vanaf plek 17. En dan mogen beste handen op elkaar, want ze knallen voor wat ze waard zijn. Ook een 17e plek is natuurlijk voor de punten. Terwijl we dan daarna natuurlijk zo snel mogelijk van het parcours gaan, dan gaan we ook nu
de bel geven voor de laatste ronde. Dus ben je klaar met dat sprinten, zo snel mogelijk dan ook de wedstrijd verlaten? Want uitrijden kun je ook op andere plekken doen. Komen ze vol bak natuurlijk daar in de bocht uit. En dat betekent dat we zoals afgesproken rechte lijn houden bij dat sprinten. Volle bak voor Taartje Koes. Mark Groeneveld ziet er goed voor. En dan natuurlijk ook de dame. Jawel, Fleur en Nachtegaal. Ook haar gaan we straks dan weer terugzien op dat podium. Auto rijdt al op en dit is de bel. Dan gaat het beginnen. ...23 ronden maal die 1400 meter. Ik zou net zeggen, waar blijft de voorrijauto? Maar daar is hij dan ook alweer in de finishstraat op dit moment, die mooie voorrijauto. En zien we ook de vier koplopers, terwijl ook Joppe de Heij nog steeds een mooie voorsprong heeft op nog steeds dat jagende peloton. Van de laatste ronde, laatste ronde. Ah ja, maar heeft toch geprobeerd de oversteek te maken, maar is toch nog maar weer terug in dat peloton. Wel ook deze drie gaan finishen. En Joppe denkt, ja... We krijgen een applaus hoor, Joppe, fantastisch gedaan. Het peloton. Ja, is het allemaal van de adelaar? Het is Lars. Ja, Lars die dan heel mooi, maar ook in het vuistje is blij. Jellemans, hij is ook heel blij met deze positie. Het is natuurlijk punten bij elkaar rijden, laten we het wel weten. Dit is het viertal. Wat natuurlijk straks. Er gaan drie van deze vier op dat podium. Ze krijgen nu al de complimenten voor het maken van deze wedstrijd. Nu gaan zij zich natuurlijk zeker voorbereiden op de grote finale, want het is nog twee ronden te doen. Twee keer nog die 1400 meter. Jongens en meisjes, wie gaat de wedstrijd winnen? Laat je eens horen. Ik hoor Bram. De bel voor de laatste ronde. Dan is het op dit moment Hugo Kars. Bram Leek is in tweede positie, Pepijn in derde positie en Wouter in de vierde positie. In Doetinchem, met mooie parcours, bij RTV de Zwaluwe. Gaan het die mannen worden? Wordt het Wouter, Hugo, Bram, Pepijn? Waar blijven ze? Dit is de mooie voorrijauto en die wordt natuurlijk hartelijk bedankt voor het aankondigen elke ronde maar weer van ze komen eraan. Komen ze eraan? Nog niet. Ze zijn niet surplus, nee, volle bak. En dat betekent dat Hugo als eerste naar die bocht uit kwam. Daar komt Jan Meertjes, maar daar komt ook volgens mij Pepijn aan. Daar komt inderdaad ook en is Bram Pepijn en dan Wouter. En dan als vierde man is het Hugo. Kortom, ja. Het was een mooie finale en ik zie papa's, die doen dit, yes! Michael van Tintelen! Natuurlijk de felicitaties voor Willemijn en voor Anne. Dan de zoenen van Joyce. Weer een mooie bokaal en bloemen. En dan natuurlijk zetten we Joyce erbij. Dames en heren, een groot applaus voor Anne, voor Willemijn en de winnaar, Michael. Blijf lachen voor de foto's, het is speciaal voor jullie. En dan hoor je... Mark, daar komen de zoenen. En uiteraard, dankjewel. Mooie bloemen. Dan gaan we Joyce natuurlijk als rondewis vandaag erbij zetten. De handen gaan op één voor het podium in 6. Proficiat. Nu, Sophie. En Mark, is er goed naar dat deuntje? Oké, dank jullie wel. De kanje van de adelaar, oftewel Bram Leerkes. En ook Bram, de zoenen van Joyce. We zetten natuurlijk nu de mannen op dat podium en Joyce erbij.
Zullen we dan nog één keer een flink applaus laten klinken? Want dat hebben ze het goed gedaan in categorie 7. Wouter, dat is fijn. En de winnaar, Bram. Het hele riedeltje duurt slechts 22 seconden. Dus je mag gerust blijven staan. Geef jou veel. Mensen, ik hoor het een geweldige dag hier in Doetinchem. Ik hoop dat u met z'n allen heeft genoten van fantastische wedstrijden. Ik ga straks weer terug naar het noorden, richting Hogeveen. Ik vond het fantastisch om hier vandaag erbij te mogen zijn. Ik wil jullie allemaal bedanken. Maar met name natuurlijk de organisatie en TV De Zwaluwen. Mijn collega's juryleden natuurlijk, die ook hier de hele dag hard gewerkt hebben. Joyce de Rondemis natuurlijk, alle vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Kortom, wensen, dit was een mooie dag. Wel thuis, heel graag tot een volgende keer.